maakt het ene reet uit of je caseïne neemt ja of nee voordat je gaat slapen. Yo, ik ben Lennart. Yo, ik ben Iwan. Je kijkt weer naar een nieuwe FitBoys aflevering. En voordat we beginnen willen jullie één ding vragen. Druk even op die rode knop om te abonneren. Druk dan gelijk op het belletje zodat je weet wanneer we een video hebben geüpload. En omdat we weer heel veel waardevolle informatie gaan geven, willen we je vragen om... Liken. Een blauw duimpje omhoog. Blauw duimpje. Ja, let's do it. Vanaf welke leeftijd ben je begonnen met eiwitshakes? Ik wou zeggen maaltijdshakes. Eiwitshakes. Eiwitshakes. Oei. Ja, ik train nu al best wel lang, hè. 9 jaar. En ik denk dat ik best wel snel aan de eiwitshakes zat. Laten we zeggen 8,5 jaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Jij slikt al 8,5 jaar van die eiwitshakes van binnen. Ja, dat is ongelooflijk. En dat steeds gewoon klok zonder na te denken. Toen ik in mijn wedstrijdvoorbereiding zat, toen kwam opeens het moment, een aantal weken voor de wedstrijd, dat jij tegen mij zei, je moet caseïne-shakes gaan nemen voordat je naar bed gaat. Ja. Nou, even een snelle Google-zoektocht. Vertelde mij dat caseïne-shakes goed zijn voordat je naar bed gaat, omdat het wat langer meegaat. Ja, maar langzaam verteren eiwitten, ja. Ja, om nou gelijk even het verschil gewoon even duidelijk neer te zetten. Wat is nou het verschil tussen whey-eiwit, whey-protein en caseïne-eiwitten? Het ene smaakt lekker, het andere smaakt naar krijt. Nee, goed, dat wel een beetje, maar caseïne is wat je zegt langzaam verteerbaar, dus je lichaam doet er lang over om die eiwitten op te nemen en daardoor heb je dus een langzame afgifte van aminozuren en aminozuren is uiteindelijk wat je lichaam uit eiwitten haalt. Ja. En whey is eigenlijk een snel absorberende eiwitbron, dus daar krijg je heel snel al die aminozuren van in je lichaam. Oké. Nou duidelijk, in het kort is dat het verschil. Ja, oké. Nou even voor het gebruiksadvies, want op welk moment van de dag neem je whey, op welk moment van de dag neem je caseïne en maakt het nog uit als je daarin afwisselt? Je noemt het eigenlijk zelf al, hè? Dus caseïne nam je voor het slapen gaan, omdat het dus langzaam verteerbaar is en je wil tijdens je slaap, nou is het niet per se nodig, maar hè, je wil je eiwitgoal halen en eigenlijk zijn, dus net voordat je gaat slapen, zijn caseïne eiwitten meer of effectiever op dat moment, of in ieder geval bruikbaarder op dat moment dan een whey-eiwit. En daardoor neem je caseïne voor het slapen gaan, omdat het langzaam afgeeft. En whey zou je bijvoorbeeld, net als je wakker wordt, lekker snel absorberende eiwitten en na trainen bijvoorbeeld. Oké. Nou, dan de volgende vraag. Want de meeste van ons zitten natuurlijk niet in een wedstrijdvoorbereiding. Nee. En ik op dit moment ook niet. Nee. En op dit moment neem ik ook geen caseïne. Nee. Maakt het ene reet uit of je caseïne neemt ja of nee voordat je gaat slapen? Nou ja, het maakt natuurlijk sowieso niet uit of je überhaupt een eiwitshake neemt. Laat die er gewoon ingooien. Ja. Dus of jij nou whey neemt of niet, of caseïne of niet. Dat ga je in je resultaat niet merken als je maar je eiwitten haalt. Dus je kan het prima allemaal uit je voeding halen. En dan ga je net zoveel gains maken als wanneer je het niet doet. Alleen het is gewoon gemakzucht. En in het einde van de prep normaal eet je een korkje, hè, voordat je gaat slapen. Nou, ten einde komt ook zo je strot uit. Nou, hou je caseïne over. Ja, oké. Dus het is puur praktische overweging. Ja. Dus als je gains wil behouden of wil maken, dan maakt het dus echt helemaal niet uit of je whey of caseïne neemt. Nee. Oké, duidelijk. Laatste vraag, want dat is natuurlijk wat je ook wil weten als je niet per se fan bent van shakes. Waar zit caseïne nog meer in? Ja, een langzaam verteerbaar eiwit. Dus caseïne zichzelf zit in melk. Is een melk, is een vorm van wat uit melk gedistilleerd wordt. Dus het zit in kwark ook, langzame eiwitten. En verder eigenlijk een vergelijkbaar iets wat je kan eten, zoals ik net zei, is tonijn. Dus dat is ook langzaam verteerbaar. Of bijvoorbeeld een zalmfilet, iets waar vetten in zitten, makreel, dat soort dingen. Vetten zorgen er sowieso voor dat eiwitten ook weer langzamer opgenomen worden. Dus heb je nog wat vet over in je dieet, dan kan je ook een makreeltje of een zalmvlees eten. Lekker man. Is wel wat duurder, maar het kan. Ja, caseïne is misschien in verhouding net ietsjes duurder. Toch? Dan klopt zo. Duidelijk. Goed, lang verhaal kort. We hebben het verschil uitgelegd, of eigenlijk Iwan, tussen caseïne en whey. Je hebt het niet per se nodig, het is ietsjes duurder. Je kan het wel gebruiken, puur uit gemakzucht en praktische overweging. Dat is het. En mocht je nou nog een tip hebben, dat als je echt heel laag in calorieën zit en je hebt nog alleen je caseïne shake over, doe er heel weinig water in, laat het heel even in de koelkast staan, dan wordt het een soort van fluff en dan heb je iets om te eten. Ja, dat heb ik inderdaad. Dan duurt het iets langer, dan slok je het niet en dan klik je het zeg maar niet zomaar weg. Maar, Wil je al onze caseïne hacks horen en zien, dan moet je even wachten tot ik heel diep in mijn plep zit. Vandaag ga ik die troep ook weer nemen. Ja. Heb je nog vragen over eiwitsoorten? Misschien wil je wel iets weten over isolaat. Al die andere varianten. Hydrolysaat, isolaat, concentraat, je hebt het allemaal, hè? Wil je iets weten, drop het even in de comments, geef een blauw duimpje omhoog en blijf lekker shaken, hè? En liefst shake. Shake, link in de beschrijving. Ja. Is ook mooi. Top. Dankjewel voor de info. Dankjewel voor je aanwezigheid.
Ja, ik heb de vraag gesteld. Ja, goede interview. Ja, dankjewel. Oké. Moet je me doen, man. Ga ik doen. Fitboy's out. Fitboy out.